Meneer Krol, ja, daar bent u dan met twee, mogelijk zelfs drie zetels voor de ingang van de Tweede Kamer. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt geweldig, want ik vond dat ouderen de afgelopen tijd hier te weinig stemmen hadden gekregen. Er waren nog maar 11 Kamerleden boven de 60. Daar gaan we wat aan veranderen en we gaan er vooral voor zorgen dat het belang van ouderen hier een stuk beter verdedigd wordt. Meneer Krol, bent u nou journalist of Kamerlid of fractievoorzitter? Op het moment dat bij mij de melding kwam dat gegevens van duizenden patiënten op straat lagen, was ik nog journalist. Inmiddels ben ik Kamerlid, dus beide geldt. Wat gebeurde er precies? Er was een lid van 50PLUS die op een partijavond naar mij toe kwam en zei: de gegevens van diagnostiek voor u die zijn kinderlijk eenvoudig te benaderen. En daarmee liggen de medische gegevens van heel veel mensen op straat. De volgende dag kwam hij naar me toe en zei: die zal ik het eens even laten zien. En ik had zoiets van: nou ja, laat maar eens kijken. En toen liet hij mij zien dat met 4 of 5, dat mag ik kwijt zijn, met 4 of 5 cijfertjes, en het wachtwoord was identiek aan de inlogcode, dat je bij de gegevens van duizenden Brabanders kon komen. Nou ja, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. Ik heb toen meteen gebeld met diagnostiek voor u. Die vonden dat allemaal niet interessant. Die zeiden: als dat een probleem is, moet u maar schriftelijk een klacht indienen. En toen dacht ik: ja, maar als dit echt op straat ligt, en dat waren de mededelingen die ik kreeg, dan is dit levensgevaarlijk. Medische gegevens? Het waren medische gegevens. Je kon dingen zien alsof iemand HIV-positief was, of iemand een drankgebruik had, welke chronische aandoeningen hij had. Allemaal dingen waarvan u en ik niet willen dat ze op straat liggen.